Mariks viswinkel. Nou, ik lust wel een lekker visje. Goedemiddag. Ik heb vandaag de pinpas van de winkeliers. En ik mag mensen blij maken. Ja, dat is zo. Dus ik denk, nou, ik ga even naar stuur staan. Ik kreeg gelijk al van, ik wil niet in beeld. Maar ik ga afrekenen voor mensen. Daar maken we alleen een kort filmpje van. Wat vindt u ervan? Ja, prima. Ja, nou, dat dacht ik ook. En die mevrouw, we... Kom er even bij. Toch, ik heb de pinpas. Ik kom even naar u toe. Naast uw man. Nou, ja. Kijk, dat is helemaal mooi. Dan hebben we het plaatje compleet. Had u er wat van gelezen dat we vandaag waren met de pinpas? Nee, niet. Nou, het is namelijk zo, ik ga het even uitleggen. Ze hebben hier allemaal lekkere vis. En ik heb van de winkeliers een bedrag gehad op deze pinpas, omdat het Black Friday is. En ik mag gewoon mensen blij gaan maken. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat jullie wilden gaan shoppen. Kibbelingen. Ja. Allebei kibbelingen. Ja. Nou, dat is lekker. En wil je nog wat anders? Ik ben er nu toch. Zeg je van nou, wil je vanavond eigenlijk ook vis eten? Of morgen? Nee, niet vanavond. Ook morgen niet. Nee, dus niks. Lekker voor op de boterham nog een beetje zalm. Nee, vandaag niet. Nee, gewoon de kibbeling? Ja. Nou, wel fijn als mensen gewoon blij zijn met kibbeling. Ja, nou, dan gaan we dat gewoon regelen. Dan gaan we even wachten tot we aan de beurt zijn. En dan een groot of een klein postje? Een klein portie. Ja. Gewoon normaal. Ja, wij zijn niet van nee. Het is maar even tussendoor. Dus even een tussendoortje. Oké, nou gaan we kijken. Dat hebben ze hier hoor, een tussendoortje. Ik ga voor jullie 2 postjes kibbeling bestellen. Als we aan de beurt zijn. Hallo, goedemiddag. Hallo, alles goed? Ja hoor, natuurlijk. Ja, prima. We hebben hier 2 mensen die willen even tussendoor een lekker postje kibbeling. Nou, daar hebben jullie de lekkerste, toch? Ja, zeker weten. Nou, welke saus willen jullie erop? Een cocktail. Allebei cocktail? Allebei cocktail. Nou, dan gaan ze het nu vers voor jullie maken. Kijk eens even, lekker de cocktailsaus erbij. Oh, dat is mosselen. Dat zijn de mosselen die je aan het filmen bent. Die zijn helemaal niet voor hun. Je zit, Rob, ga jou even het verschil uitleggen. Je hebt mosselen, daar kan je ook cocktailsaus bij doen. Je hebt kibbeling. En kibbeling die zijn wat groter. Maar jij zegt tegen mij, je moet nu komen, want het komt eraan. Het kwam er helemaal nog niet aan. Ik wil graag een groot portie kibbeling meenemen met extra. Kijk, en dit is kibbeling. Saus erbij. Met cocktailsaus, kruiden eroverheen. Ik ga van de andere. Nemen jullie het mee of gaan jullie? Oh. We nemen het mee. Je gaat lekker thuis opeten. Juist. Doe je goed. Netjes ingepakt. En ik sta al klaar met de pinpas. Zal ik het aanpakken? Kijk, dat is... Gaat dat goed? Kijk eens, alsjeblieft. En eet smakelijk, hè? Ja, hartstikke bedankt. Ik ga die kant op, ik ga voor jullie pinnen. Hey, bedankt. Dankjewel voor jullie spontane reactie. En een heel fijn weekend, hè? Oké, tot ziens. Doeg, zal ik de deur open houden? Kijk, dan kunnen jullie met de winkelwagen naar buiten. En tot de volgende keer. Doeg. Nou, even wachten. Ik hoor het piepje en het groene vinkje van akkoord. Helemaal goed. En het bonnetje. Oké, nou, dankjewel. En goede zaak, hè. Tot de volgende keer. Doeg.